Adrie, gisteren stonden we met 2-0 voor. Dan geef het eigenlijk heel makkelijk weg. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, hoe kijk ik daar tegenaan? Wat je zelf al aangeeft, ik denk dat we heel goed in organisatorisch opzicht heel goed stonden. We konden bij momentjes wat prikken en je komt op een 2-0 voorsprong. Ja, dat moet vertrouwen geven, maar de manier waarop we spelen gaf dat ook vertrouwen. En dat was ook verdiend. Ik denk dat we AZ goed partij hebben gegeven. Maar ja, als je dan ziet dat je vrije trap tegen krijgt en ja, mensen dan uit de muur springen, ja, dat kan gewoon niet, hè. Dat zijn gewoon vaste afspraken daarin. Maar de intentie is goed om de baan van het schot tegen te houden. Maar ja, die keeper die stelt niet voor niks natuurlijk de muur. Ja, en dan kom je op een 2-1, komen ze op 2-1 aanzetten. En dan, ja, vlak daarna valt die 2-2. Ja, dat vanuit de corner. Dat mag ook niet gebeuren, maar dan zie je dan. Dat zie je dan ook dat aan het vertrouwen knaagt, natuurlijk. En dan speel je wel een mindere tweede helft. En met name op het moment dat die 3-2 valt. Dat is natuurlijk ook dodelijk op dat moment. Waar ligt het dan aan? Is het echt puur vertrouwen? Nou, nee, dat zijn gewoon individuele fouten die niet gemaakt mogen worden. Als je zo goed voetbal laat zien de eerste half uur, waarin je op een 2-0 voorsprong komt, en dat is ook verdiend, ja, dan mag je niet vervallen in zulke fouten. En ja, dan als je die fouten te veel maakt, ja, dan wordt het wel heel moeilijk om een wedstrijd te winnen. Het was ook voor de eerste keer dat je met Vriet en Pavlidis voorin speelde. Ja. Hoe vond je dat gaan? Nou, ik vond dat niet verkeerd, moet ik zeggen. Ik denk dat Vriet als aanspeelpunt wat meer afleiding voor Pavlidis. Die kan er dan ook weer van profiteren. Dus op zich stond het elftal op zich stond gewoon goed. En ja, Vriet was ook weer wat fitter. En die kon aan de wedstrijd beginnen en dan kijken hoe lang zou hij het volhouden. Nou, dat is een stap in de goede richting, denk ik. Ja, laatste wedstrijd voor 2020. Ajax, niet de minste Nee, natuurlijk. nee. De intentie tegen AZ was heel goed, eerst Ja, half uur. Is ja. dat iets waarop je kan voortborduren? Ja, zeker. Ik denk dat je dat moet doen. Hetzelfde beeld eigenlijk wat we hebben laten zien tegen Vitesse. En dan zie je ook weer met vlagen zie je dat spel terug bij AZ. Ja, je moet daar wel het vertrouwen uitputten om op die manier ook tegen Ajax te spelen. Het is duidelijk dat wij nog één keer gas moeten geven met z'n allen. En proberen het maximale rendement eruit te halen. En dat is niet makkelijk tegen een Ajax. Aan de andere kant heb je ook niks te verliezen. En moet je gewoon ja, die wedstrijd ingaan om te winnen. En dan kijken wij wel uit naar de winterstop. Ook al wel die natuurlijk vrij kort is, om heel eerlijk te zijn. En dan hopen wij ook weer wat meer mensen tot onze beschikking te hebben. Zodat de keuzes ook wat groter worden. En de keuzes, denk je dan ook aan transfers? Nou ja, goed. Wij geven altijd onze oren en ogen goed de kost. En mocht er een mogelijkheid zijn, dan zullen we dat zeker niet nalaten. Maar dat is een lijn die we altijd intact houden. Nou, hoe ziet die periode eigenlijk uit na Ajax? Want een korte vakantie voor de jongens. En wanneer beginnen de trainingen bijvoorbeeld weer? Nou, de bedoeling is dat we op 2 januari weer gaan starten. Nadat we dus een week vrij af geweest zijn met de kerstdagen. Dat is wel de bedoeling, omdat je ook natuurlijk weer dat weekend erop hebt, moet je gewoon weer spelen. En dan moeten we er staan.